recent ons gesteund heeft en zoals ik hoop dat we in lengte van jaren van elkaar mogen blijven genieten. Dank u wel en een hele fijne feestavond. Prachtige woorden van onze algemeen en technisch directeur Wiljan Vloed. De recht aanwezige Sparta supporters bedanken voor hun fantastische steun. Als iedere Spartaan de komende weken op een vergelijkbare manier als gisteravond achter onze spelers gaat staan, dan maakt dat het bereiken van ons doel absoluut realiseerbaar. Ik wens jullie een mooie avond en ik hoop dat we binnenkort nog een feestje kunnen vieren. Henk ten Katen, prachtig. Uw presentator Jack Kerklaan. En ik ga gelijk naar huis, want ik heb een opvolger. Naar we dachten. Nou, u heeft het gehoord, we gaan nu in het diepe dal der duistere driften, daar waar de lage lusten heersen over de rationale reden om heden, gaan we u natuurlijk heerlijk lopen punnetten. Naar we dachten, we hebben een prachtig programma. Een piqueur aan artiesten. Kotsen nog moeite is gespaard door Ad, want we hebben hem inderdaad aardig weer op de been gekregen. Maar het was tussen de slagen wisselingen van het noodlot door, hè, dachten wij. Nou, wij dachten, ik vind het in ieder geval een enorme eer. Ik weet niet of het mijn adem is of dat u een beetje angst van huis uit meebrengt. Maar er mag hier best een beetje wat meer van vooraf worden gestaan. Dus laat u zich niet onbetuigd. Komt lekker naar voren. Plot verloren, wint om door te scoren. Ja, daarom. Niet op benauwden. De mooiste club van Rotterdam. Sparta, mijn eigen Sparta. De mooiste club van Nederland. Jouw kleuren heb ik steeds voor ogen. Jouw naam staat in mijn hoofd. Langs de lijn en de kreet Sparta naar voren boven het kasteel uitstijgt. Weten wij de tijd gekomen ons te gorden tot een strijd en de vijand te bestormen tot hij een hartverzakking krijgt. Nimmer zullen wij verzagen, strijden om elke meter grond. Nooit de Sparta Mars beschamen aan geen enkel voetbalfront. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver en de naam van Korverij. Ja, dan heb ik nog een gedicht natuurlijk, ja, dat is over Tommy Vermeeden. We noemden hem de Schicht en droegen hem op handen. Hij flitste sneller dan het licht en schoot uit alle standen. Vaak was hij onnavolgbaar en soms ook wel eens niet, omdat de Schicht ook maar een mens was, al dachten wij van niet. Hij was Spartaan bij leven, hij blijft het in de dood. Nooit zal hij zijn vergeten. Heer van Ede, u was groots. Dat zit gerapt. Nou, we dachten. Laat u nog één keer horen. Klopt Flora, wint om door de score. Voor de selectie. Dat het ook bij Henk de Kater aankomt en dat hij dat even goed door deze plekken die groep inbrengt. Nog wat aan toe te voegen, zeker op afdingen, Arjan. Niks aan toe te voegen. Niks meer aan toevoegen. Dat is dus die zegenkar halen en dat kampioenschap in ieder geval richting de Eredivisie brengen. Naar de dachten. Lijkt me een goed plan. Ik ben iets enthousiaster dan Arjan, maar hij deelt in ieder geval mijn mening. En die van jullie. Kampioenschap! Kampioenen! Thank you.
beneden. Ben je eindelijk van het los, maar je hebt er geen leven aan. Zonder zuurstof. En als ik naar een feestje ga, ik zag hem laatst nog liggen in de la, ja, ja, la, la, la. Waar is mijn feestneus? Wie, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Waar is mijn feestneus gebleven?